Welkom bij I Love Love, een terugblik op 20 jaar lokale televisie. En welke lokale omroep kan dat tegenwoordig nog zeggen? 20 jaar oud en nog steeds aanwezig in Edam, Volendam. Een prestatie dus gefeliciteerd. In dit programma nemen we u mee naar het verleden. Hoe begon de Love op tv? Het pionieren, het groter worden van de omroep. Anekdotes, vooral oude fragmenten. Programmamakers van toen en nu, die nemen u mee. En die nemen het woord in I Love Love. Ik doe niet een oude koeien uit het slagen. 20 jaar love. Of nee, eigenlijk is het love, maar we noemen het love. Veel warme herinneringen aan de eerste studio, bekapsel naar boven. Met een clubje monteren tot diep in de nacht, elke vrijdagavond. Een drama. Je zat dan dus op dat zolderkamertje en daar hadden ze dus een heel klein hokkie. Ja, daar kon er eigenlijk maar eentje zitten of staan. En dat nummer 2, die wou daar ook bij wezen, want die wou dat ook wel zien. En dat moest dus allemaal minutieus gepland worden. Ik had dan de planning, jongen, dat is de montagetijd voor jou. En als je klaar bent, dan gaat nummer 2, hupske, die komt erachteraan. En dat liep wel eens uit, want montage gaat niet 1, 2, 3, hupske, zoals nu. Die periode bij Aardboven was natuurlijk verschrikkelijk primitief. Maar echt het begin van de love, waarin je de regiekamer naast de presentatiedesk had. Dat is nu ondenkbaar. Nu zitten er allerlei schuifdeuren en geluidswallen tussen. Maar toen was het natuurlijk zo dat je werkte met één camera. Dat was al een verhaal apart. En dan de regiekamer. Je hoefde niet via microfoontjes of zoiets. Ja, begin maar of zoiets. Dat kon je letterlijk zo verstaan. Het was allemaal zo provisorisch. Er werd in een kast eigenlijk. Werden de opnames werden gemonteerd. En weet ik veel allemaal nog meer. Als ik daar dan nog wel eens aan terugdenk. Het is nostalgie, en dat vind ik toch even goed wel leuk dat jullie mij nou gevraagd hebben om de herinneringen op te halen van de lokale omroep. De beginperiode gewoon met niks beginnen. Spulletjes van mensen die wat hadden. Er werd dan op een gegeven moment ergens in een vreemd plekje wel van materiaal gehaald. Dat werd er binnen de studio gedragen. Er zat een geometric playertje bij en wat ander spul. Niemand wist waar het vandaan kwam. Wij hadden toen nog geen spullen en toen, op een gegeven moment was het dus. Was er ergens in Almelo of in Enschede, dat ben ik even kwijt, stond een hele partij gestolen apparatuur. En toen dat wel zo zeggen, Jan? Nou ja, ik ga niet verklappen wie die wethouder was. Het is bijna verjaard, want het is 20 jaar geleden. Maar ik ben toen met die wethouder daar naartoe gereden en wij hebben daar eigenlijk qua gemeente die gestolen troep gekocht. En daar hebben we nog jarenlang mee gedraaid. Jij ook. Jij zit ook op gestolen spullen. Ik had al zo'n gevoel, ja. Ik weet ervan. Maar goed, dat kon allemaal. Er was natuurlijk geen geld en er was niks. Ja. We moesten toch vooruit. Maar de beginjaren, ja, dat was de spanning. Redden we het? Kunnen we het? Doen we het? Het mooiste was bijvoorbeeld daar in het begin, dat we in die keet zaten daar bij de kaai, bij de mast. De begintijd, dat kan nu niemand zich meer voorstellen, maar toen zaten we in een houtkeetje bij de mast. Waar het voor de radio zo was dat we elke zondagochtend, Rens Wachter en ik zeiden gek, de hele studio opbouwden en elke zondagavond de hele studio weghaalden, want dat was natuurlijk inbraakgevoelig. Nou, later kregen we dan een metalen kast, toen konden we daar blijven staan en dan zat je je programma te doen. En dan kwam om een uur of elf meestal Kees Dood, overigens nog wel eens met een kater of soms nog wel eens dronken, dat hokje binnen. En die moest dan met zo'n hele grote zware geometric machine. En die moest dan de uitzending verzorgen. En dan zaterdag s'avonds laat met een timebase corrector van 85.000 gulden met een recorder daarbovenop om een uitzending te gaan doen in die mast. En dat was daar in dat steegje niet altijd roze geur en maneschijn, toen al. Daar werd dat handeltje ingepropt en dan hadden we om 12 uur hadden we televisie vanuit de mast. En ja, dat was leuk. Radio en televisie was wel meer gescheiden, maar zodoende had ik wel nog contact. Als we dus gingen filmen bij Motje met Spitsuur, dan moest de hele tent leeg en die tent die moest dan weer opgebouwd worden in dat café.
Dat gebeurde dan overdag, dan werd dat overdag gebouwd. Dan had je wel eens dat je niet naar je werk moest en nam je wel eens vrij. En ja, dat moest toch 's middags opgebouwd worden. En 's avonds had Leo dan zijn gasten en dat was dan voor spitsuur. En als dat dan klaar stond, dan kwamen de matadors, die kwamen eraan, de cameramannen, en die gingen achter de camera staan. In de tent stond gereed voor opname. Ja, dat, mooi. Op een gegeven moment zie je dus die hele kolonne met spullen. En dan op een gegeven moment waren de opnames afgelopen rond een uur of 11 s'avonds. En dan zag je dus diezelfde kolonne precies de andere kant op lopen. Weer terug naar dat kleine studio waar het bijvoet boven. Ja, het was een geweldige tijd toch wel. Zeer ingrijpend en zeer tijdrovend, maar een zeer informatief programma vond ik het. Ja, je werd als inwoner van de gemeente werd je op het nieuws gezet gewoon. Ja, ik probeerde dat. Het is natuurlijk moeilijk in een kleine gemeente om elke keer weer nieuws te krijgen. En probeerde ook nog eens een keer niet te taai te maken. Er zijn al heel wat legendarische programma's genoemd. Ik denk vooral ook die grote live programma's van onze masseur. Die hebben echt gewoon, denk ik ook, gewoon even laten zien wat er op televisie technisch en inhoudelijk mogelijk is. En ik denk dat die hebben jarenlang, zo niet nu nog steeds, als icoon gegolden voor, ja, kijk, zo kan je een lokale televisie maken. Geweldig om hoe die mensen dan, voordat ik ze in de studio kreeg was, en dan moest ik drie keer bij iedereen op bezoek om te vragen van zou ik nou wel doen? En dan de vrouw, ja, dat moet je doen. En hij zei, ik weet het niet. En zo ging dat. Maar uiteindelijk kwamen ze dan. En toen zei ze, maar wat moeten we dan doen? Nou, ik zeg gewoon, het weer, jullie zijn visserslui, jullie kunnen het weer voorspellen. Ik zeg maar, doe nou één ding, wees het niet met elkaar eens. Dat komt voor elkaar, zei ze. Dat was schitterend. En dat wordt dan heel leuk. Jaap Molenaar, de havenmeester, ook zo'n dorpsfiguur. Laten we daarover gaan praten met iemand die er vreselijk goed over zou kunnen vertellen. Oud-havenmeester van Volendam, de heer Molenaar. Heer Molenaar, welkom in Spitsuur. Zou je nog iets dichter bij de microfoon? Ja, natuurlijk. Dan wil ik beginnen met de moed dat je gehad hebben om zo'n oude kerel in de blessuretijd mij te vragen hier. Die zit met een natte kiel van angst en beven. Ja, ik was even bang dat u zich niet op uw gemak zou voelen, maar is dus volledig gelukt. Ik heb geluisterd. Ja. Want ik voel mij als een schuchter vogeltje. Ja. Ik heb geluisterd naar de vogelaar. Wie is dat? Die kwam met zijn zoete gekweel mij eventjes te willen. Maar uiteindelijk heeft hij wel me in de netten gestrikt. Daar heet hem. Ja. Nou. Als inleiding op de grote reden. Goed, ik had hier opgeschreven dat u bijna 84 bent. Dat is een leeftijd die velen u niet na kunnen zeggen. Ja, altijd sober geleefd, hè. En dat werpt zijn vrucht eraf. Echt onthouding van alles. Ja. Zo goed als. Niet van seks. Nee. Waar ik bijvoorbeeld nog kan herinneren is echt uit de begintijd. De filmpjes van waar Jan Tuyp destijds achter zat. Daar zaten hilarische dingen tussen. Met vuilnis, toen ging het vuilnis ophalen volgens mij van 2 naar 1 keer in de week. En toen hebben wij laten zien wat er ging gebeuren als dat inderdaad zou gebeuren. Hey, doe dit even voor je eigen beetje troep. Ben je er goed? Wil jij er even dienen? Ja, graag. Dan moet je deze vullenzak even meenemen. Moet je gewoon ergens. We zitten maar binnen hard, mensen. En dan strooiboy. Zet hem maar ergens weg. Ik heb dat meer gezien als een uiting van ontevredenheid richting het algehele gemeentebeleid. Waarbij de gemeente dus inderdaad een operatie uitvoerde om de efficiëntie van het huisvuilinzamelen te vergroten en de kosten te verminderen. En daar is inderdaad een behoorlijke weerstand geweest vanuit de bevolking. En daar hebben dus een aantal cynisch ingestelde personen hier op een leuke manier de draak mee gestoken. Maar daar voelden wij ons niet persoonlijk op aangesproken? Nee, volstrekt niet. Want het was meer een uithaal naar een gemeentelijk beleid. En dat beleid was weliswaar ook via ons programma naar buiten gekomen. Maar dat is niet iets waar je jezelf persoonlijk op aangesproken gaat absoluut voelen. Absoluut niet. Toen zijn we ook werkelijk met de vuilnisman meegelopen. Toen heb ik staan overgeven.
Want je houdt niet voor mogelijk wat voor een stanker uit die wagen komt. Als je daar dichtbij staat. Ja. Dat ben je niet gewend. Wat of daar het mooiste van blijven is, dat is altijd dat decor omging van, met de CDA. Ja, onderwerp was erbij dat Wim Visser, die was net wethouder geworden. Of dat weet ik niet meer zeker. Maar het was in ieder geval zijn eerste televisie-interview, dus goed nerveus. En Geert-Jan die maakt het einde aan het onderwerp, geeft de verhaal aan mij over en ik introduceer Wim Visser. En ik wil hem net eerst de vraag stellen en ik zie zo achter Wim Visser zo dat decor op hem afkomen. In de vorige aflevering heb ik al verteld hoe het een en ander in zijn werk gaat wat betreft de procedure tot het uitverkiezen van het definitieve plan. Voor de volledigheid en voor degenen die het niet gezien hebben, het programma Mikpunt, eerste aflevering, even in het kort toch een verhaaltje. En nou gaat er iets verschrikkelijks. Jij hebt dit vastgemaakt. Ja. Ook nog eens een keer, weet je nog dat of een keer, dat zit ik me nou te bedenken, de slipjesdief. Weet je dat nog, Jan? Oh, ja. De Edam. Een van de eerste onderwerpen. Ja, een van de eerste onderwerpen. Was er een man? Ik weet er even waar ik het maar over. Ja, was een zadelruiker, geloof ik. Zoiets, hè? Ja, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Dat is toch wel mooi dat we dat toen meegemaakt hebben, Leo. Nou, ik vond het wel zwaar. Ja, het was wel zwaar eigenlijk. Ik vond het, voor mij was het... Het was natuurlijk op dat moment een behoorlijke verkiezingsstrijd, op dat moment, tussen Volendam 80 en het CDA. En dat ging al heftig. En tussen Volendam 80 en het CDA? Jawel. Ja. Daar ging het tussen. Is daar dan verschil van mening mee? Ja, toen was daar, wie zou de grootste partij worden? Oh, ja. En dat komt zo, er zitten nu wat mensen in het CDA, die zaten toen in Volendam 80. Ja. Dat was zo. En toen hadden Leo en ik hadden de plan opgevat om een enquête te gaan houden. Nou, dat heeft wat voeten in de aarde gehad, Leo. Ja, dat was, daarom vond ik het toch wel een absoluut dieptepunt. Want het was zo dat wat je voor de NOS-televisie bij verkiezingsuitzendingen altijd ziet, is een verkiezingsprognose. En dan zie je hem elke week passeren en wij wilden dat één keer doen. En dat was een zware kost voor de politici, want wij werden op een gegeven moment op het matje geroepen. Ik heb mezelf toen afgevraagd, is dit wel helemaal zuiver? Ik wilde die uitslag dan bij Spitsuur brengen. En we werden voor die tijd op het matje geroepen door een aantal politici, drie in getal, die ons te kennen gaven dat absoluut niet kon. En ik ben ervan overtuigd dat de LUF voldoende onafhankelijkheid in zich draagt. Die kiest niet partijdig, die kiest onpartijdig en die beoordeelt dat voor het publiek. Dat is haar taak namelijk. Denken jullie dat de politiek, zoals ze toen probeerde in te grijpen, op een hele simpele enquête, denk je dat ze dat nu weer zouden durven doen op die manier? Volgens mij niet. Nee, dat gebeurt niet meer. Dat was even wennen aan dat medium. Want in welk jaar was dat in het begin? Dat was 1986. 86. 86 was het. Nee, dat gebeurt niet meer. Zij zijn ondertussen zo ontzettend gewend aan de camera. Ik vond het toch al wat. Aan de radio, aan de televisie. Men is gewend om nu... Ik vond het toch al wat dat drie van die heren daarboven kwamen. Bij Aart de Kapper boven, op dat smalle trappetje. En we keken allemaal gek op. We zaten daar met veel mensen. Ja, ik weet daar nog van. Die kwamen daar boven. Die kwamen daar, we werden niet van boven. Zij kwamen naar ons. Ja, ze kwamen naar ons. En we schrokken daar, dat was heel heftig. Pure censuur eigenlijk. Ja, absolute censuur. Maar dat durven ze nou niet meer aan. Ik denk dat dan de hele wereld over ze heen valt. Ja. Ja, dat kan niet meer. Hoe heette dat televisieprogramma ook alweer met mevrouw Van Niers? Dat kinderprogramma. Fantastische televisie. Met Margina Verniers, die las dan voor aan kinderen. Dat vond ik wel heel erg leuk. Dan moest ik dat aankondigen. En dan ging ze een verhaal voorlezen uit het sprookjesboek. Nou, het was echt hilarisch, maar erg leuk. Ja, als je dan even in mijn geheugen terug die beelden van dat ze zo voor die camera zat te zwaaien. En... Dag allemaal, daar zijn we weer met een heleboel kindjes. Dan dacht je van jeetje. Hoe kunnen we dit uitzenden? Hoe gaat dit? Daar zijn we weer. En het is nu bijna zomervakantie. Jullie zijn misschien al, heb je je laatste schooldag al achter de rug. En in de zomer is het altijd lekker weer. We hebben het gewoon uitgezonden.
Polenpop. Een warm bad. Dat zag je eigenlijk gewoon echt per jaar. Eerst was het een beetje rommelig. En dan zag je dat gewoon groeien tot een volwaardig programma. We waren gewoon een hecht team. En er gingen zoveel voorbereidingen aan vooraf, weken of maanden zelfs wel. En als we daar dan stonden met z'n allen en dan buiten in zo'n wagen en dan contact met elkaar. En dan stond je op zo'n tafel, zien de PS10 achter een camera met een oortje in je oor. Ja, het was dolle pret. Bloedheet door onder het podium interviewtjes afnemen. Ja, het was dolle pret onder andere met die badmuts. Polenpop, dat was gewoon... Dat heb je moeten ervaren. Alleen het vervelende was, dat zende je dan op tv uit, maar dat kwam totaal niet over. Want Polenpop moet je beleven, hebben mensen gezegd. En ja, die beleving, dat werd moeilijker. Het lokale omroep heeft een x-aantal malen geprobeerd om het ook over te brengen in de huiskamer. En in het begin met hele beperkte middelen, later werd het steeds moderner. En de laatste paar keer was het enigszins zoals het hoorde. Dan had je dus echt dat Nederland muziekland gevoel. Dus had je Polenpop gevoel. Dat maakte je dan ook echt mee. En dan kwam het echt goed zo tot z'n recht. Wat een gaaf moment was, 25 jaar BZN. Het Havenhof stond er nog niet. En Wim had het voor elkaar gekregen dat we een pas kregen. En we konden de hele dag de leden van de BZN volgen. Tijdens de concerten erbij zijn. Dat weet ik me nog van de vorige keer nog heel erg goed voor de geest halen. Als je daar dus dat trappetje straks gaan wij die kant het trappetje op. En dan is het al donker, weet je wel. Je ziet niet alles, die eind zie je niet meer goed. En dan zie je dus gewoon echt ontelbare koppen die allemaal staan te schreeuwen. Al die kopjes zien dan. Ah, dan krijg je wel even een beklemmend gevoel van binnen hoor. Dat, als mens is dat niet echt. Dat moet je eigenlijk niet elke dag hebben. Zo gek en zo idolaat dat er mensen zijn van BZN. Vooral toen de tijd. Dat vergeet je nooit meer. Ik sta tegenover een meneer die er niet uitziet qua bestuur als een BZN-fan. Nee, hoe zie ik er dan uit dan? Ik zie er wel degelijk uit als een BZN-fan. Misschien niet qua bestuur, maar qua kleding dan toch. La, la, la. Er is zoveel gebeurd en wacht eventjes, natuurlijk Chris de Burg, hè. The girl is driving me mad. He's going away. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She don't come back. Dit is natuurlijk toch de enige omroep die het voor elkaar heeft gekregen om een DVD uit te brengen. Van een uitzending die binnen 2 weken in elkaar was geflanst. Lady in red is dancing with me. Cheek to cheek. There's nobody here. It's just you and me. Voor een gewoon lokale omroep. Klasse. Ik heb jaren met een idee rondgelopen om eens een leuk muziekprogramma te maken. Muziek op zolder? Ja. Omdat ik vond en vind dat er Volendam niet alleen hele bekende muzikanten rondlopen die al doorgebroken zijn.
Maar er loopt zo verschrikkelijk veel talent nog verborgen in dit dorp. Ik kwam als Menno Music Maker kwam je aanlopen en dan gingen boven altijd de ramen open. Menno! Hier! Menno! Hier! Menno! Hier! Hey Menno! Hier zo! Menno, hier zo! Menno, hier! Hey Menno! Hier! Menno, hier! Oh, het is daar! En het idee was om die verborgen talenten er eens boven water te halen. En ik heb daar toen een rode draad in bedacht van ik heb één tekst geschreven, één liedtekst. En ik ben bij die diverse artiesten langs gegaan. En ik heb gezegd, maken jullie van deze tekst eens een song, gewoon een compleet lied. En het grappige daarvan is dat heel onverwachte dingen komen eruit vandaan. Terwijl iedereen krijgt dezelfde tekst. Maar er komt iets totaal verschillends uit bij alle verschillende muzikanten. Vijf mijnen aan een tafel, kijkend verlangend om zich heen. Vijf mijnen aan een tafel, kijkend verlangend om zich heen. Vijf mijnen aan een tafel, met z'n vijven zo alleen. Vijf mijnen aan een tafel, met z'n vijven en toch zo alleen. De eerste kermis specials dat vanaf 86 met plakkannen, met los investors in het park, mijn god. Ja, ik vond de kermis special erg leuk, vooral het samenwerken onder andere met Klaas Pet. Die jongens van, hoe heet ze ook alweer, die twee. Als we samen zijn, gebeurt er iets met mij. Gruwelijk gelachen met die bloepers en met taarten en met tomatensap en vla. Wie waren dat dan? Jan en Ab. Wat ik je zie, je vindt mijn bloed te stromen, ja, ik krijg je therapie. Ik wil van jou een zoekie. Die opnames van die kermisclips, dat is een hele subcultuur geworden. En ik denk dat de Love daar het is hartstikke leuk, hè, dat er zoiets gebeurt. Het was natuurlijk bizar veel werk, zo'n kermisspecial in elkaar draaien. Maar dan werkt je met, ja, gekken, zo noem ik het even. De Petten. Briljante gekken. En die hadden een of ander liedje gemaakt over afvallen en zo. En dan waren ze met een of andere stofzuiger bij iemand thuis. Met een stofzuigerslang waren ze liposuctie aan het doen. Staat hij echt met zo'n stofzuiger, staat hij erin te poeren. En mijn zus die werd kwaad, want het was echt, mijn nichtjes vonden het eng op een gegeven moment. Ik dacht, kan je het niet in een kermisspecial gooien? Ik heb vernomen uit betrouwbare bron dat er toch wel wat mensen wat misselijk geworden zijn, want het leek wel heel erg echt. Waar ik zelf het meest altijd van genoot, en dat was omdat ik dan natuurlijk geen Edammer Volendam, en zeker geen Volendam ben, waren de programma's van P. Muren. P. Muren, niet te vergeten. P. Muren. Als we die toch niet hadden genoemd in dit programma. Dat zijn toch wel legendarische programma's. En dat staat als een dijk boven water. Ja, dat ook dit verhaal weer met een zak zout moet worden genomen, dat staat als een dijk boven water. Ja, dat was gewoon een begrip.
kwam hij hier in de studio. En dan werd hij ontvangen en we zorgden dan altijd dat er een glaasje limonade voor hem klaar stond. En dan ging hij aan de slag. De Nestor van de lokale omroep. Ja, fantastisch. Man was een legende. Bij zijn leven was het al een legende. Ja. Dat, ja. Die verhalen ook, die waren zo spitsvondig. Als ze weer vragen, en ze hebben inderdaad weer gevraagd of ik er weer een stel wil opnemen, dan wil ik dat natuurlijk graag weer doen, want het is wel leuk werk. Dus dan doe ik dat wel weer, natuurlijk wel. Als ze dat graag willen. Je moet je in dienst stellen van de mens. Ja. Mijn vader zou zeggen, zet je in voor de gemeenschap, maar verwacht geen dank. Nou, je krijgt ook wel eens wat anders naar je hoofd als dank. Maar ja, goed, dat hindert niet. Ik doe het toch met erg veel plezier. Nee, een fantastische man. Maar ook daar weer dat sociale. Als je hier dan in de studio kwam, dan zat P gewoon lekker relaxed in de kantine. P, koffie. En iedere keer was het weer hetzelfde. Nee, koffie hebben we al gehad. En dan wist ik het al, dan moest hij zijn salaris hebben. Want P was de enige bezoldigde medewerker van de lokale omroep. De enige die er was en er ooit zal geweest zijn. P kreeg voor en na de opnames even een borreltje. Dat was zijn salaris, zijn beloning. En dan kon hij er weer tegenaan. Zo ben ik ben een hele week met hem op stap geweest. Om die uitzending een flesje room te maken. Een flesje room. Toen ben ik met de Jordaan in geweest. Dan liet hij zien waar hij bij een bakkerij had gewerkt. We hebben toen Henk Mokum nog ontmoet midden in de Jordaan. God, ik ben met hem in Henk Huizen ben ik ook met hem geweest. Hey, om het sfeerbeeld te maken. Dat vond ik heel erg bijzonder. Dat hij dat ook, nam hij ook de tijd voor. Vond hij prima. P zat altijd op donderdagavond voordat wij met de sportopnames begonnen. Toen zat P als een dijk boven water op te nemen. En ja, je weet hoe dat gaat, want er natuurlijk weinig tijd. En dan klopte je wel eens op de deur en dan keek je alleen maar aan met die ogen van... jongetje, ga naar je moeder, want ik ben nog lang niet klaar. Ja, dat zijn natuurlijk momenten, vooral met zo'n man, ja, dat vergeet je natuurlijk nooit. Dat was echt uniek. Maar P die bleef lekker rustig zitten, al duurde het een uur langer. Want ja, hij moest dat toch opnemen als een dijk boven water. Bij mij doen ook lollige tv-series het goed, zoals Allo Allo en Wordt U Al Geholpen. Maar bijvoorbeeld in de Vlaamse Pot, dat kan van mij de pot ook. Dat is mij allemaal net iets te poterig en te potterig. Iets te nadrukkelijk gehomeerd. En de laatste tijd zap ik uitzendingen weg die de hebzucht als basis hebben in de geest van en kijk, nu is de prijzenkans weer helemaal opnieuw gevuld en nu nog even die prachtige auto winnen. En als je dan helemaal klaar was met dat ik vond het toen eigenlijk een lelijk decor, maar het was met die blauwe dijk op de achtergrond, met groen erin. En ik denk van een havenpaaltje en dan kwam ik zo naar voren toen en zei hij, mensen, blijf braaf. U zegt altijd iets, u geeft altijd iets aan de kijkers mee aan het eind. Kunt u dat nog één keer voor de kijkers van de VIP-show vanavond doen? Blijf braaf. Die verschrikkelijke spanning. Hij heeft het echt gepresteerd ook weer 30 seconden. Ja, spontaan wel eens de pantalon daaronder of zo. Ik wil me eigenlijk niet meer terugzien zoals ik er toen uitzag. Waarom doe ik dit? Oeh, de tramdokdag. Oeh, zo mooi hè. Wat leuk was het niet altijd hoor.